Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services. Het World Port Tournament ook vandaag op TV Rijnmond. Dit keer zonder wedstrijd van het Nederlands team. Vandaag wel in WPT-TV Cuba tegen Taiwan. En die is belangrijk voor wie er zondag in de finale mag spelen. Verder in deze uitzending de ex-profs van Curaçao. En hoe belangrijk is in het honkbal een ballenjongen? Maar we beginnen zoals gezegd met Cuba tegen Taiwan. Taiwan speelde voorafgaand aan dit duel tegen Cuba 3 keer en verloor er 1. Dat geldt ook voor tegenstander Cuba. Rotterdam is niet echt uitgelopen voor deze ontmoeting, maar dat heb je op het WPT op avonden dat Nederland niet speelt. Vladimir Banjos, startend werpen voor Cuba. Dit is de eerste inning. Han Lin raakt de bal niet goed. Cuba, daar kunnen ze echt honkballen hoor. Schitterend dubbelspel. En zo overleven zij de eerste slagbeurt van Taiwan. Dan de tweede inning. Cuba in het slagperk. Yasmani Tomas. De werper voor Taiwan is Chen Van Men. De tweede honkman, Han Lin, kan de 0 niet maken. Tomas dus op het eerste honk en in het slagperk José Fernandez. Raakt de bal niet heel hard, maar goed genoeg. En Tomas kan door naar het derde honk. Fernandez veilig op 1 en in het slagperk Gadiel Hernandez. Linkshandige slagman. Ook hij kent geen moeite met de worpen van Chen Van Men. Het eerste punt van Cuba is een feit. 1-0. Dan gaan we naar de vierde inning. José Fernandez staat in die vierde inning op het tweede honk. Alexander Magetta is de slagman. Een honkslag en Fernandez over 3 naar thuis. En Cuba komt op 2-0 voor. In de zesde inning, weer Alexander Magetta aan slag. En voor de eerste keer dit toernooi een homerun. Jawel, Magetta slaat de bal het stadion uit. De houten knuppels zorgen ervoor dat er minder homeruns worden geslagen dan vele jaren geleden. Maar Magetta, het lukt hem. Cuba met 3-0 voor en zoals gezegd de eerste homerun van het World Port Tournament. De zevende inning, Banjos nog altijd op de heuvel. Han Lin aan slag. Raakt de bal goed en ver. Deze gaat het veld niet uit. Maar is wel een tweehonkslag voor de tweede honkman. Guan Wan Po, de rechtsvelder van Taiwan. Wordt in het middenveld uitgevangen. Han Lin haalt het derde honk. En scoringskansen dus voor Taiwan. Dit is Wei Wan Tsa, de catcher. Ook hij uitgevangen. Han Lin kan scoren en bepaalt daarmee de eindstand bij Taiwan tegen Cuba op 1-3. Dat was gisteravond en vanmiddag hebben Taiwan en Cuba weer tegen elkaar gespeeld. En dit keer was Taiwan de sterkste met 2-1. De stand is nu als volgt. Cuba en Taiwan hebben beide 6 punten uit 5 wedstrijden. Nederland is derde met een wedstrijd minder en Curaçao staat laatste. De nummers 1 en 2 van de eindstand plaatsen zich voor de finale van zondag. Nog nooit was het WPT zo spannend. Nederland speelt vanavond tegen Curaçao en morgen zaterdag tegen Taiwan. En de opdracht voor Oranje is simpel. Om de finale te halen moet er 2 keer gewonnen worden. En mijn idool is Andrelton Simmons, omdat hij is een kortstop bij de Braves. En een van de grootste talenten van de Major League. Ja, hij is begin 20 en om dan in de Major League te spelen is al dat is echt heel knap. Ja, hij heeft een hele goede arm. Hij kan met een behoorlijke snelheid naar het eerste honk gooien als hij de bal gefield hebt of gevangen. Ik heb hem dus meegemaakt op de WBC en daar is hij gewoon heel erg zichzelf en vriendelijk en hij wil je altijd helpen met allerlei dingen. En ja, dat maakte hem, vind ik, goed. En ze zeggen zelfs dat hij een van de beste kortstoppen nu al is van de Major League. Dus dan is het al, ja, het is heel bijzonder. Een carrière in Amerika. Het is voor veel honkballers het doel.
Veel spelers die met Curaçao aan het WPT deelnemen, hebben een verleden in de Amerikaanse profcompetities. Toch haalden ze niet het allerhoogste niveau, de Major League. Een teleurstelling zou je denken, maar niet voor de oud-profs van Curaçao. As soon as you have a chance to go out of the island and prove yourself and to play ball, I mean it's an accomplishment. I mean every time you can get out and come back, and when you come back, you can give the experience that you learned there to the people in Curaçao, to the young guys. I mean that's at least what you can do. I just got injured. The last year that I played, I got injured. I guess that's the case that it released me. So, but I'm not. I don't say that I'm disappointed to myself. But I did learn a lot. That's one thing, the good thing. Als speler in de Amerikaanse Major League verdien je minimaal rond de $500,000. Maar die grote bedragen zijn niet voor alle profs weggelegd. Ben je rijk geworden? Nee. Nee. Nee, maar ik ben rijk in mijn eigen wereld. Weet je? Rijk aan an experience, knowledge, I mean discipline and respect. A lot of people think that if you sign, you get a lot of money. You just get paid like to live. That's it. To pay your rent, to get something to eat. That's it. You don't make that much in the minor leagues. Nee, in the minor league system you don't earn a lot, because that's what you're there for. You want to make it to the big leagues, so they don't pay you that much in the minor league. So you have to work hard and so you can make it. Een tekengeld en een gemiddeld salaris van $3,000 per maand is inderdaad niet te vergelijken met de salarissen op het hoogste niveau. Maar het is wel meer dan wat de gemiddelde Curaçaoenaar verdient. Misschien is het ook wel daarom dat de sport zo populair is op het eiland. Het is een manier om succes te hebben in het leven. De spelers die de top halen zijn dan ook een rolmodel voor de jeugd op het eiland. You know, now right now there's a lot of young players in the Major League of Curaçao, and Simmons, Profar, and you know all the kids keep seeing on TV, and they want to reach there too. So everyone's talking about baseball over there. Honkbal is the top sport in Curaçao. I mean, iedereen, elke jonger dan die allemaal spelen honkbal dan in Curaçao. Everything that I learned, I want to bring it back to the kids in Curaçao. You know, in Curaçao there's a lot. The baseball is the first sport over there, and there's a lot of young talent. So I want to give all the stuff that I know, give them back to Curaçao kids. En de laatste vraag, wat is die A op je voortand? Mijn achternaam, Ascension. Je lacht veel, dus we zien die A vaak. Ja, je gaat het vaak zien. Ja. Ik ben nooit boos. Dus. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Ik ben Mats Molendijk. Ik ben bad boy bij Taiwan. Ik ben Gunnar Gommert en ik kom bad boy bij Cuba. De bad boy moet knuppels ophalen, de bal die doorschieten en ja, de foutballen halen. Ze zingen echt veel te hard mee. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Je zit toch wel bij echt hele goede spelers en ja, het is ook gewoon leuk om daar ook eens een keer te staan. Vamos! Vamos! En dan zit je bij Cuba. Ik denk dat je geen één speler van Cuba kent. Nee, niet van dit team. Maar die naam kan je ook echt gewoon niet onthouden. Even andere muziek. Ik speel bij de Islanders, aspiranten. Dat gaat tot nu toe heel goed. We staan tweede in de competitie. Ik speel bij de Saints, HSV. En ook met Little League. En met Little League zijn we nu Nederlands kampioen. En we gaan naar Polen toe. En dan gaan we daar EK spelen. Zodat winnen gaan we naar Amerika en gaan we daar WK spelen. Vamos! Dus je bent wel een talentje. Dat weet ik niet. Ah, je droomt wel om ooit in Amerika te spelen, ja, zeker? Ja, maar dat doet iedereen. Ik wil later bij Detroit Tigers spelen. Ze hebben een onwijs sterke line-up qua slag en het is een onwijs gaaf team. New York Yankees of de Seattle Mariners. Omdat, hij heeft mijn voorbeeld ingezeten. Gregory Allman. En ja, New York Yankees
Het is gewoon een goed team. Thomas. Vamos. En hoe was het? Nou ja, het was wel leuk. Ja, je hebt een mooi cadeautje gekregen, zie ik. Wat is het? Ja, een knuppel die kapot geslagen is bij een andere wedstrijd. Oh. Dat is wel leuk als je dat krijgt, maar daar kan je zelf niet meer mee slaan, denk ik. Nee, hij is kapot hier. Dus daar kan je niet meer mee slaan. Ik heb deze gekregen. Ben je daar blij mee met een kapotte knuppel? Ja. 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 Vind je nou ook jammer dat Taiwan verloren heeft van Cuba? Ja. Ja. Maar ik was wel voor Taiwan eigenlijk. I have One day. Nederland won tijdens de World Baseball Classic 2 keer in Tokio van Cuba. Leon Versteeg uit Bergse Hoek blijkt een kenner en hij wint dus die prachtige cap van Oranje en de 2 kaarten voor de finale. Vandaag is je laatste kans om ook winnaar te worden. Beantwoord de laatste vraag van Barry van Driel. Wie eindigde in 2011 op de laatste plaats tijdens het World Port Tournament? Was dat A, België, B, Curaçao of C, Duitsland? Dus wie werd laatste in 2011? Mail naar sport@rijnmond.nl en maak kans op die cap en die kaarten. Morgen wordt de laatste winnaar bekendgemaakt in de 7e aflevering van WPT-TV. Daarin ook een uitgebreide samenvatting van de 2e ontmoeting tussen Nederland en Curaçao. Tot morgen! Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services.